Nou, nou mezelf nog zien te vinden. Ja, daar is die. Even de lengte boven plakken. En dan zal het ook zo wel 7/8 zijn. Ja, kijk. Nou, volgens mij ben ik er klaar voor. Ik hoor alleen mezelf. Dat is ook niet de bedoeling. Hoppakee. Nu ben ik er volgens mij klaar voor. Ik hoop jullie ook. Goedenavond allemaal. Wat ben ik alweer zeggen? Ja, het loopt alweer mooi op. Altijd gezellig als jullie er allemaal zijn. Vanavond val ik dus even in voor Janine. Althans, we hebben even wat geruild. Janine kon vanavond niet. En ik wel. Dus doe ik vanavond. En dan is woensdagavond is dan Janine live. Dus even een wisseling van de uitzending. Wat ga ik doen? Nou, ik ga een pop-up schuifkaart maken met een shaker erop. Ik had deze shakers meegenomen van Nelly Snellen, zijn dat nieuwe. Die zijn vorige week volgens mij binnengekomen. En dat zijn de purples, de paastintjes. En ik vond ze heel erg leuk om die hierbij te gebruiken. Nou, die doosjes zitten zo bommetje vol. Dus die komen ook nog aan bod. En even kijken. Ik ben nog wel vergeten de shaker te push. Of hoe heet dat ding? Oh ja, gaat op de grond vallen. Zou ik ook doen. Zo lekker doorzichtig ding. En dan valt die ook nog op de grond. Oh ja. Maar goed dat hij een beetje glimt. Anders dan vind je dat ding mooi terug. Nou, die komt er dus bij op. Een klein cirkeltje. Even kijken, die leg ik maar bij de schutspulletjes. En ik ga aan de slag met dit mooie Spring Purple van Scrap & Me. Nou, dat kwam vorige week binnen. En ik vond het geweldig papier. Dus ik denk, die gaat met mij mee. En toen dacht ik, daar kan ik vanavond natuurlijk ook mijn creatie mee maken. Ik zal even snel bladeren door het paperpad. Dit is dan de 30,5. Er zit op het voorblad, zit dus aan de achterkant, leuke lijstjes en vlinders. Het tweede blad, even kijken of ik in beeld ben zo. Tweede blad met mooie bloemen erop. En aan de achterkant, ja, hier hou ik van, hè? Een beetje script en een beetje vlekken. En ik vind dat helemaal geweldig. Deze die heeft een lange strook bloemen met hier wat barokfiguren en kant. En aan de achterkant weer mooie, ja, vlekken, wou ik bijna zeggen. Deze die is weer wat paarser. Weer met mooie bloemen. Zo moeilijk te vinden live. Nou, ik sta gewoon bij uitgelicht. Gewoon in de groep. Dus daar, dat is helemaal bovenaan. Dan kun je zo aanklikken. Daar ben ik altijd te vinden. Even kijken. Dan de 07. Dat is een beetje meer richting de roze. Met overloop naar paars. En aan de achterkant wat rustiger. Met een klein bloemetje onderaan. Nou, helemaal een gebloemd vel. En de achterkant heeft kant. Dat is dus het paperpad Spring Purple. Nou, ik had erbij bedacht om dit cardstock erbij te gaan doen. Dat is het Grape. LKK SC62. Met wit erbij. En er is ook nog een knipvel. Ja, jammer om in te knippen. Maar goed, als we alles willen bewaren, dan mogen we er wel een huis bij zetten. Dus we gaan er gewoon de schaar in gooien.
Even denken. Ik ga beginnen met het snijden van mijn basis. Even kijken. Deze ben ik dan nog even nodig. Zo. En de basis is een deel van 14,5 bij 14,5. En die wil ik, wat ben je, uit deze paarse kleur gaan doen. Was zo mijn plannetje. Als het paars een beetje mee wil werken, jawel. Een basis van, wat zei ik nou, 14 bij 14, hè? 14,5. Nee, 14 bij 14. Waar ben je? 14. Heb ik dat goed? Even nameten. 15 zelfs. Het klonk wel een beetje vreemd, die 14. De basis is 15 bij 15. Nou, en er komt natuurlijk ook weer op ons blog een geschreven bericht. Hé, hey, ik kreeg even groen beeld. Jullie ook? Dat was grappig. Ja, niet grappig eigenlijk. Een dubbele kaart van 15 bij 15. En ik hou de vouw aan de bovenkant. Daarop ga ik een stukje wit kaartstok plakken. Dat wordt dan 14,5. Oh, jullie hebben ook dat groene beeldje. Nou, dat vind ik niet leuk. Als die nou blauw was, nou, dan kon ik er nog een keer in komen, hè? Maar dat die groen wordt. Geen groen beeld. Hé, hey, dat is apart. Sommige wel, sommige niet. Nou, het zal wel weer iets met Facebook zijn dan. Als het sommige wel hebben. Want hier vloekte die net ook even op een groen beeld. Nou ja, het is niet anders. Hopen dat het gewoon doorgaat tot het einde. Het komt natuurlijk dat ik op maandag ben, hè? Dus het allemaal van slag. Heel Facebook is van slag. Want Janine is er niet, maar Jeanette. En dan is het, ja. Dat is niet normaal dat het zo op maandag dat ik er ben. Kan Facebook dus blijkbaar niet handelen. Nou, eens even kijken. Dan heb ik hier nog een leuke met bloemetjes. Die ga ik snijden op 14 bij 14. Oh, aan deze kant. En die plak ik hier weer bovenop. Nou, dan heb ik in elk geval de basis helemaal klaar. Dus een dubbele kaart van 15 bij 15. Daarop wit van 14,5 bij 14,5. En nu dus een kleurtje van 14 bij 14. Nou, dat was het makkelijkste deel. Nou, de rest is ook niet zo moeilijk, maar goed. Ja, het papier is weer het papier is prachtig, hè, dat van Scrap & Me. Dan gaan we weer een ander soort basis maken. Nou zit ik even te denken met welke kleur ik dat ga doen. Ik neem toch maar de paarse. En dan gaan we snijden een deel van 13,5 bij 13,5. Even spieken of ik dat goed doe. Ja, 13,5 bij 13,5. Ja, Scrap & Me heeft echt prachtig papier. Dus ik vond deze ook helemaal geweldig. Ik denk, ja, die kan ik niet laten liggen, hè. deze, die gaan we aan drie kanten insnijden op 2 centimeter. Nou, ik doe dat meteen met de snijmachine. Dan leg ik mijn mesje op de 2 centimeter.
moet ik wel even met mijn hoofd in beeld, want anders dan zie ik het niet. En dan snijd ik tot, wat was die ook weer, 13,5. Nou, dan snijden we tot de 11,5. Dus 2 centimeter snijden we het in. Aan 3 kanten. De vierde, die gaan we rillen op 2 centimeter. Nou, dus je maakt een vierkant van 13,5 bij 13,5. Die ga je insnijden op 2 centimeter. Ik weet niet of het zo langs 3 kanten. En de vierde kant, die ga je rillen. Nou, dan gaan we nog weer rillen. Dan moet ik even nadenken of dat nu van deze kant was. 6,5 en 10,5. Ja, vanaf deze kant. Dus je gaat rillen. Karin, heb je de roze stansmachine van Fasen uitgezocht? Nee. Ik heb een blauwe powerbos. Geen roze helaas. Moet ik iets uitzoomen? Is het beeld te dichtbij? Nou, gaan we eens even kijken. Ja, dan moet ik het zelf nog even zien. Eén momentje dat mijn beeld ook zo ver is. Nou, het kaartje was dus 13,5, 13,5, op 3 delen gesneden, 1 deel gerild. Vanaf de kant van het rildeel, dus vanaf in dit geval de linkerkant, daar zit die rillijn, ga je nog een keer rillen, maar dan alleen dat vak wat open gesneden is. En dat ga je dan rillen op 6,5, gemeten dus vanaf de buitenste lijn, de linkerkant op 6,5 en 10,5. Heb ik het goed? Ja, ik heb het goed. Nou, dan kunnen we deze helemaal omvouwen even. En weer terug. De tweede, nee, ik doe eerst deze helemaal omvouwen. De middelste, die vouwen we weer terug. En dan hebben we weer een rillijn. Die vouwen we ook weer. Oh, moet wel netjes vouwen, hè. Zo. Dus we maken een soort van, ja, noem het eens even, een puntje. Uitzoomen is niet fijn. Was prima beeld. de kleine, ja, die kleine heb ik wel in het roze, Karin. Nou, ik ga nog één keer ietsjes doen. En nou laat ik hem zo staan. Ik haal de kaart elke keer wel naar boven, dus komt vast goed. De eerste vouw, die gaat dus naar boven en dan gaat hij naar beneden. Maar dat komt straks allemaal wel beter in beeld. Nou gaan we even meten. En ik had ergens mijn... Oh ja. We gaan meten. Ik leg het even weer een beetje plat. En er moet een klein gleufje in komen. Nou, ik pak er even een potlood bij. En mijn ouderwetse, hoe heet dat ding? Geodriehoek. Vind ik altijd nog handig. En dan gaan we op ongeveer 1 centimeter vanaf de rillijn. Dus zeg maar 2 centimeter van de rechterkant van dat middelste deel, daar gaan we even een lijntje zetten. Maar dat lijntje, dat moet 4,5 centimeter lang worden. Dus ik leg dat geodriehoekje in het midden. Even kijken, dan zit ik natuurlijk mezelf in beeld. Ik haal hem eventjes naar mij toe, anders dan zie ik het niet. Zo.
goed is, ligt hij nu netjes in het midden. Dan ga ik een hulplijntje trekken. 1, 2, 3, 4,3. Hij moet in totaal 4,5 centimeter worden. Als het goed is, is dan de bovenkant, dus vanaf de bovenkant tot aan de rillijn ook 4,5. Nou, dat klopt. En aan de onderkant tot aan de rillijn is die ook 4,5. Dus je kan eigenlijk dit in 3 keer 4,5 verdelen. En dan heb je hier in het midden, ben je dus dat gleufje nodig van 4,5 centimeter. Nou, ik snij hem gewoon met de snijmachine in. Ik leg hem dan op 10,5 aan de linkerkant. Dan, ja, hoe kan ik dat nou even goed laten zien? Dit is de rail trouwens, ik moet snijden hebben. Ik leg hem op 10,5 in de snijmachine. Want daar zit mijn, hoe heet dat? Dat lijntje wat ik getekend heb. Nou, ik moest vanaf 4,5 centimeter snijden. Dus ik leg mijn mesje met dat zijdingetje, daar zit zo'n streepje, dat duw je dan op 4,5 centimeter in het papier. Dan moet ik hem wel even neerleggen, want anders kan ik niet snijden natuurlijk. En dan moet ik 4,5 centimeter naar beneden toe. Nou, dat is tot 9 centimeter moet ik dan naar beneden. Dus als mijn mesje dan met het gleufje bij die 9 centimeter is, dan ben ik er. En dan heb ik een gaatje gemaakt, of een snede gemaakt van 4,5 centimeter. Nou, ik leg hem ook op een maatje, een millimetertje verder opzij, laat ik maar zeggen. Dus ik leg hem weer op 4,5. Snij ik door tot de 9. En dan heb ik, dat is wel een hele grote, grote gleuf. Even zien, ik had hem gedaan op 9,5. Ja, dat is ook slim. Doe het nog even zo, dat maakt niet uit. Komt allemaal goed. Zo. Het moet gewoon een heel klein gleufje zijn wat we hier uitsnijden. Dus die ene snijlijn moet je even niet naar kijken. Die doet eigenlijk niet mee. Maar ik zat even niet goed op te letten. En toen kreeg ik een extra snijlijntje. Nou, die plak ik gewoon even aan de achterkant dicht. Zie je niks meer van terug. Kijk, en dan heb ik een heel klein gleufje op 4,5 centimeter. De bovenkant van de kaart, zeg maar, is ook tot aan die gleuf 4,5 centimeter. En aan de onderkant ook. Dat is dat. Die leggen we even weer opzij. En dan ben ik weer een pampiertje nodig. En dan zit ik even te denken of ik dat ga ik wel met een ander kleurtje doen. Dus ik pak nu even de witte erbij. Ja, het leek zo leuk, hè? Ja, je kan zeker met een lijntje snijden met een liniaal en een mesje. Zeker kan dat. Even kijken, waar was ik gebleven? We gaan een stukje kraft snijden. Of cardstock, wat je maar wil. Ik heb cardstock van 4 centimeter. Bij 9 centimeter. En ik maak er daar 2 van. Dus ik ga er nog één snijden van 4 centimeter. Bij 9. Nee, dat wordt bij 8. En dan zal ik zo laten zien waarom. Want die van 4 centimeter bij 9. Die gaan we rillen op 1 centimeter. Die rillijn, die vouw ik om. Ik neem nu dat tweede stukje en die plak ik
ter versteviging op het overige deel. Ja, het is van 4,5 tot 9 ga je insnijden. Dat klopt. Kijk, en nu heb ik dus dat ene plakstrookje van 1 centimeter. Dat is nog gewoon enkel. Maar het andere doe ik even een dubbel stukje kaartstok in dit geval. Dan is het lekker stevig. Ik pons daar nog 2 ronde hoekjes aan. En dat doe ik gewoon aan de kant waar dus niet dat plakstrookje zit, maar aan de kant van de 2 dikke delen. Laat ik het zo maar even zeggen. Even zien. Dan gaan we deze voorzien van dubbelzijdig tape. En nou heb ik alleen natuurlijk... Oh nee, hier zo. Deze ligt er ook nog. Ik ga dan dubbelzijdig tape op dat 1 centimeter deel plakken. Dat flapje, zeg maar. Dan pakken we deze er weer bij. En dan draai ik hem om. Dus hij ligt nu op zijn kop. Dan heb ik dat vouwdingetje. Daar haal ik nu mijn beschermlaagje af van de dubbelzijdige tape. En die schuif ik dan aan deze kant door dat gleufje. De andere kant plak ik tegen de rillijn aan. Ik haal hem even naar me toe, want anders plak ik misschien helemaal scheef. Dan zal ik hem zo weer in beeld laten zien. Kijk, dan gaat het al scheef. Zo. Nou, kijk. Ik heb dus deze door dat gleufje gestoken. Die komt er dus aan deze kant uit. En hier heb ik hem vastgeplakt tegen de rillijn aan. Ja, daarom staan de filmpjes allemaal op YouTube. Ik kan het rustig even terugkijken. Het lijkt allemaal heel ingewikkeld nu, maar het valt best wel mee. Nou, deze leggen we weer even opzij. Dan gaan we weer een stukje kaartstok snijden. En die worden 3 centimeter uit mijn hoofd, ja. Even kijken, 3 centimeter zei ik. Bij 10,5. En bij 12,5. Oh, zit er niet meer aan. Dat is nou weer jammer. Dus 3 centimeter bij 10,5 en 3 centimeter bij 12,5. Daar moet ik een T van plakken. Nou, daarvoor ben ik het middelste even nodig van het korte deeltje. En dan had ik, oh hier, ik wil zeggen mijn geodriehoek komt weer voor de dag. Want dan weet ik heel mooi het midden te vinden. Even zien, 5 komt zo. Daar moet ik, is voor mij het midden. Dan doen we wat lijm op dat grotere deel. Even kijken of ik hem zo of niet zo. En dan plak ik deze in het midden op de T. Als T, laat ik zo maar zeggen. Hey, vloept weer. Vloept weer in groen beeld. Nee. Dus nu heb ik daarvan een T geplakt. Deze was dus 3 bij 9 centimeter, zeg ik toch goed? Nee. Deze was 3 bij 10,5 en deze was 3 bij 12,5. Nou, die plak ik dus op elkaar tot een T. Nu pak ik weer de basis erbij en dan gaan we tape doen op het rechter vouwlijntje van het middelste stuk. Dus het middelste stukje krijgt dubbelzijdig tape op dat 1 centimeter gerilde deeltje. Daar gaan we het beschermlaagje van afhalen.
Nou, het is echt niet mijn score tape, dat kan ik wel merken. Maar goed, deze plakt ook wel. Dan gaan we die T, die gaan we daar precies in het midden op plakken. Zo goed en zo kwaad als dat kan. Nou, ik vind het hier wel helemaal mooi. Dus, daar is de T. Laten we even zo liggen. Want, sorry, ik ga nu eerst even hier een designpapiertje overheen doen. Ja, ik ga weer voor die bloemetjes. En dit deel was 13,5. Ja, dus ik ga nu een deel snijden van 13 bij 13. En dan wil ik hem ook iets kleiner, dus die komt dan hier zo bovenop, maar alleen op de rand. Dus ik wil dat middelste vak wil ik eruit snijden. Dus ik heb mijn basis 13,5 gemaakt. En dan moet dat stukje moet dan gesneden worden op 1,5. Want de basis buitenkant is 2. Nou, ik ga het weer snijden, maar je kan het ook zeker met je potlood en liniaal doen. 1,5 langs alle randjes. Zo. Het middenstukje kan je weer bewaren. En dan hebben we de bloemetjes en die leggen we dan, of die plakken we dan ter decoratie daar op de rand. Oh, de achterkant is ook leuk geweest. Oh. Maar goed, we gaan gewoon voor de bloemetjes. Kijk, die past er dan mooi op. En dat is nu iets makkelijker te doen als dat straks de kaart klaar is. Op het voorste deel, het middelste stuk wat helemaal heel is, daar hoeft niks op. Oh jongens, hou op over de kijkers. Het voorste deel, daar hoeft dus niks op. Het tweede deel kan je eventueel designpapier opdoen. Ik vind het zelf wel leuk om daar designpapier op te doen. Ik neem dan de achterkant van het vierkantje wat ik eruit heb gesneden. Nou, en die middelste, dat middelste kaartje, laat ik het zo maar noemen, dat is als het goed is 9,5. Dat is 9,5, dus dat wordt 9 bij, even kijken, 2,5. Dus dat is 9... Over zo. Bij 2,5. Of nee, als die 9 is, dan moet ik natuurlijk. Ja, toch 9 bij 2,5. Denk eraan dat je niet op die gleuf wat plakt. Want dan werkt het straks niet meer. Dus dat is zo jammer zijn. Dus je kan er rustig designpapier op plakken, maar blijf gewoon uit de buurt van dat gleufje waar nou dat witte dingetje doorheen komt. Het is heel belangrijk dat daar geen designpapier komt. Nou, dan kan je ook nog op het onderste stukje wat plakken. Dat zal dan ongeveer zijn een halve, even spieken. Ja, ik hou het op een halve centimeter. Even kijken hoe groot als deze is. Kan dat hier nog uit? Ja, dat kan nog wel. Zo. En die plak ik dan onder dat gleufje. Oh, moet ik hem wel afsnijden op 9 centimeter. Hè? Kijk. Dat kan. Dan zit daar ook mooi een
designpapiertje op. Maar dus de opening, die moet echt open blijven, want anders dan gaat het straks niet werken. Dus je kan er rustig een designpapiertje voor plakken, maar niet eroverheen. Zo. Nou, dan hebben we nog een deel van een rildeel, laat ik maar zeggen, die is ook een centimeter. Nou, dan kan ik daar de andere helft misschien. Oh nee, dat is veel te klein. Nee, dat is veel te klein. Dat gaat hem niet worden. Ik heb nog een stukje rest. Even zien, dat was 0,9 centimeter. Bij een goede halve centimeter, die kan je dan hier nog weer plakken op het 1 centimeter gerilde deel. Waar die voor is, wordt straks allemaal duidelijk. En misschien kennen jullie me al wel. Kan ook nog. Kijk, maar dan zit hier in elk geval designpapier. Dit andere deel, dat noem ik maar even de voorkant, daar hoeft geen designpapier op. Dat laten we zo, want er komt straks weer iets op. Even zien, dan ben ik alles kwijt, zou ik bijna zeggen. Maar één velletje. Zo, moet wel even lezen dat ik het goed doe. Nou, dan hebben we dus een basis. En we hebben deze. En deze ga ik nu, moet ik even kijken welke kleur dat ik pak. Ik denk toch dat ik weer voor die witte ga. Ja, ik denk het wel. Ik snijd weer een stukje wit cardstock. Van 14 bij 14. Nee, dat snijd ik niet. Ik heb hem hier liggen. Oh, ben ik toch dom. Deze basis, die komt hier op. Of deze komt op de basis. Het is maar net hoe je het vertelt. We leggen dat ding wat we gemaakt hebben op de kop. Dan pak ik even mijn andere tape. Hé, ik word weer groen. Ik ga dan langs de randjes. Dus helemaal langs de buitenste randjes. Ga ik dubbelzijdig tape plakken. Let erop dat de T, laat ik het zo maar even noemen, dat die niet beplakt wordt. Die moet vrij liggen. Dus je kan rustig plakken, maar dan alleen langs de buitenste randjes. En het stukje hier tot aan dat T-stukje. Want die moet ook vrij liggen in de kaart. Neem uurtjes. Zo. Dus we plakken rondom tape, behalve waar die T over de rand gaat. Dus ik hoop dat dat zo duidelijk is. Oh, je steekt iets over de rand. Dat moet ook niet. Dan hebben we dus die basis, die dubbele kaart. Daar hou ik de vouwlijn aan de bovenkant. En dan ga ik dit gedeelte ga ik daarop plakken. Even zien hoe ik dat het mooiste uit kan leggen. Ja, ik haal eerst één stukje tape eraf. Ik werk te dicht bij de camera. Nou, ik laat hem zo staan, want ik heb net ook al van alle andere dingen verschoven. Maar ik werk niet echt dicht bij de camera, moet ik zeggen. Eén kant heb ik nu vastgeplakt, zodat ik het netjes kan plakken. Als ik alle vier in één keer plak, dan zit het soms scheef en dan kan je het niet meer open krijgen. En met eentje, dat is het nog te doen. En dan haal ik die andere, hoe noem je die dingetjes ook altijd? Die beschermlaagjes van de tape haal ik er dan af. Kijk. En dan gaat het
Dat gaat veel makkelijker zo als, als dat ik ze eerst alle vier gedaan had. Zo. Nou, die zit vast. Die leg ik nog even opzij. En dan ga ik even kiezen. Ik ga toch nu voor de paarse kleuren. Ja, gaan we doen. Gaan in paars. Dan ga ik daar een kaartje van snijden. En die is 9,5 bij 9,5. Dus een vierkantje van 9,5 bij 9,5. En daarop komt natuurlijk weer een leuk designpapiertje. En dan ben ik wel met die bloemetjes, maar we gaan ook even een andere pakken. Dit vind ik ook wel een leuke. Ik zie daar bovenaan een leuke sering zitten. Dus ik ga nu op 9 bij 9. Dan ga ik hem snijden. En dan heb ik mooi die sering erbij. En die plak ik op de bovenkant. Zo. Hopla. Dus een kaartje van 9,5 bij 9,5. Daarop designpapier van 9 bij 9. Nou pak ik even een doekje. Dat had ik vergeten erbij te pakken, maar dat ligt wel in de buurt. En dan ga ik daar even... Oh, waar is die shaker? Kan je met dat transparante ding, hè? Je ziet hem helemaal niet. Ik heb hem hier toch echt neergelegd. Oh ja. Wat een onding. Ik ga die shaker even antistatisch maken. Ik doe dat gewoon met een klein beetje, een restje, een klein druppeltje wasverzachter. Ruikt hier ook nog even lekker. En dan ga ik die binnenkant mee poetsen, zodat hij niet meer statisch is. De kleur paars voor de basis, dat was de LKK middenstreepje SC62. De greep. Nou, dit moeten we ook even met de droge kant een beetje uitpoetsen. En dan hebben we een antistatisch shaker gedeelte. Dan ga ik eerst even aan de buitenste rand, ga ik daar scoretape opplakken. En dan doe ik gewoon met de 3 mm. En ik maak daar telkens een knikje in. Dus ik ga de bocht om en dan maak ik gewoon een klein knikje in dat scoretapeje. In het dubbelzijdige tapeje. En dat is helemaal niet erg. Maar zo kun je wel mooi de bocht om. Dat weer mooi laten zien en dan lukt dat niet zo. Ja, daar gaan we weer. Ja, ik heb hier ook een beeld die regelmatig groen wordt. Ik heb geen idee. Is deze lijm navulbaar? Ik heb geen idee. Lijm, oh deze, die tacky glue. Nee, die is niet navulbaar. Dat zijn gewoon... 3 flesjes voor een tientje. En als ze leeg zijn, dan mogen ze bij de, in de plastic bak, zeg maar. Dus die is niet navulbaar. Dit is het basiskaartje van 9 bij 9. Ik heb mijn shaker. En mijn schutmateriaal, wat ik liet zien, het nieuwe van Nelly. Nou ben ik mijn schepje kwijt, zie ik. Ik heb altijd van die handige schepjes. Die hing hier zo mooi aan.
Maar die hangt er dus nu niet meer. Nou, dan gaan we het even met een dopje doen. Ik heb hier nog een dopje. En dan leg ik dat mooi midden op dat kaartje. Zo. Doosje weer dichtplakken. Anders dan weet ik het wel, dan vliegt alles weer alle kanten op, behalve de goede kant. Ja, hij is inderdaad vergelijkbaar met Dutch to Bedoel, Mirjam. Wat ik wel vind, is dat deze minder snel vastplakt. Dus je kan iets langer de schuiven. Nou ja, zeg. Het is wel Facebook Time die er een leuke disco van maakt, hè? Ja, het ligt denk ik echt aan Facebook, dat groenige. Geen idee wat het is. Maar goed, ik plak mijn shaker geval hier mooi overheen. Zo goed mogelijk in het midden. Oh, er zit nog een hartje aan mijn vingers, zie ik. Even goed aandoen, dat ze er niet uit vloepen straks. En dan hebben we een schutgedeelte. Maar ik vind het ook altijd mooi om dat weer af te werken. Dus ik moet even hier wat ruimte maken. En dan pak ik daar even weer wat cirkels bij. En als het goed is, past deze. Nee, die niet. Dan was het deze. Ja, die past er omheen. Nou, kom op. En dan had ik er nog eentje bij nodig. Is dat groot genoeg? Ja. Ik neem dan twee cirkels. Die leg ik op de magneetplaat in elkaar. Dus als een nestje, zeg maar. Even. Zo. Nou, dan nemen we daarbij een stukje designpapier. Vast nog wel een restje hier. Onder de stapel pruttel die er alweer is. Kijk. Wat gaan we doen? We gaan voor deze. Die leg ik daar bovenop. En dan ga ik deze even door de stansmachine doen. De shaker is die van... hoe heet die ook alweer? Even spieken. Even spieken, die shaker is... Het is een kleintje. Ik vond het wel grappig, een keer een kleintje. Die is 4,5 centimeter. En die is van My Favorite Thing. Staat die niet bij de link dan? Waarom moet altijd de snijkant boven in de stand? Nou, moet niet. Maar als je het andersom wil doen... Dit is een magneetplaat. En als ik het andersom doe, dan snij ik mijn magneetplaat stuk. Dus daarom leg ik hem altijd zo om in de machine. Maar dat is bij iedere machine misschien ook wel weer anders. Nee, eigenlijk niet. Volgens mij is het altijd zo. Nou, dan moet dat ringetje er nog even uit. Dit zijn trouwens gewoon van die nestjes van Crealis, die cirkels. Dat vind ik altijd heel handig om daar setjes van te hebben. Dan heb ik daar een ring uitgesneden. Kijk, en die past dan weer mooi op die cirkel. Dus daar gaan we even weer een beetje lijm op doen. En ik ben nu een tijdje met deze lijm van Studio Light bezig. Ik had altijd de Dutch to Bedoel lijm en dan in de naaldflesjes. En dat werkt ook prima. Het enige is deze, die wil ik ook graag op de kop bewaren. Dus ik had niet, misschien even een tipje. Ik kan hem wel even pakken. Mijn man heeft gewoon een blok hout gepakt.
en daar twee gaten ingeboord, heet dat, hè? En daar passen dan deze flessen in. Nou, ik heb er ook even een naaldflesje in gedaan. Hoeft niet, want mijn naaldflesjes, die plak ik tegen mijn bureauband aan. Ik heb hier een plank boven zitten. En daar heb ik klittenband aangeplakt. En dan kan ik ook eventueel die ronde sponsjes aanplakken. Ik heb er van die lijmflesjes aan zitten met klittenband. Dat is ook wel weer misschien een ideetje. Nou, ondertussen heb ik de shaker voorzien van dat cirkeltje designpapier. En dan ga ik dat vierkantje op de kaart plakken. Nou, dan doe ik op de ene helft waar nog geen designpapier op zit. Daar doen we lijm op. En dan plakken we daar deze kaart tegenaan. En dan moet je opletten dat je precies plakt bij de rillijn. Dus niet voorbij de rillijn, maar tot aan de rillijn. Dus niet eroverheen. Plak je hem voor de helft vast. Nou, en nou gaan we aan deze trekken. En dan komt de hele handel omhoog. Kijk, en dan kun je deze nog voorzien van ronde hoekjes. En je schuift hem weer naar beneden. Nou, wat ik erg prettig vind is om deze ook dubbel te maken. Daar kwam ik later achter. Ik heb dat gewoon zo gedaan door nog een stukje kaartstok te pakken. Van 3 centimeter was het, hè? Uit mijn hoofd. Was dat toch 3? Ja. Dan maak ik aan één kant ook weer van die cirkeltjes aan. Of van die halve. Nou. Kom zeg. Ja. Van die halve maantjes heb ik eraan. Dan schuif ik hem helemaal uit. Zover als die kan. Dan leg ik hem daarop. En dan een klein stukje verder als waar die voor de dag komt. Knip ik dit af. Ga ik hier een lijm op doen en dan schuif ik die gewoon hieronder en dan plak ik hem bovenop de andere. Dat was ik vergeten, maar dat kan heel makkelijk nu nog, want die schuif je hier zo onder. Nou, als het droog is, dan kijk, dan heb je iets meer stevigheid om die kaart te laten schuiven. Je kan natuurlijk deze ook langer maken als je zegt van ik wil hem heel verder uit. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik vind zo past hij nog ongeveer in een envelop van 16 bij 16 volgens mij dan. Want de kaart was 15 plus een klein stukje en dan wordt de envelop, dacht ik, 16 bij 16. Nou, dan heb ik natuurlijk ook nog wat versiering erbij. Dat hoort natuurlijk, hè. Ik zet hem dan rechtop, dus ik schuif de kaart uit. Nou, het hoeft niet eens helemaal. Zo is die ook wel leuk, een stukje terug. Zo. En dan ga ik eens kijken of er nog wat passends te vinden is in mijn bakkie. Een paas heb ik niet eens zo heel veel. Maar ik zag op de site, ik heb die bloemen er wel bij gelinkt bij de producten. Die bloemen die vond ik er wel heel erg mooi bij. Dus ik weet niet of ik die morgen in de winkel kan laten liggen. Die waren wel weer heel erg mooi. Ik heb ze gelinkt volgens mij, die paarse bloemen. Nou, wit kan er natuurlijk ook bij. Even kijken. Ja, gaan we gewoon doen. Hartstikke idee. En dan heb ik zo ook nog mijn voorbeeld. Ik heb er natuurlijk ook al meer gemaakt om het te testen. Je kan dit goed beplakken. Alleen je moet oppassen dat de kaart dus nog open kan schuiven.
Dus daar moet je wel even aan denken. Dat je niet per ongeluk op die rillijntjes plakt. Want dan gaat hij niet meer open of dicht. Ja. Ik moet echt zoeken om er een mooie kleur bij te vinden. Dus ik moet echt mijn paastinten weer een beetje aanvullen, zie ik wel. Heel vervelend weer, hè? Nee, dit vind ik niet mooi. Dat zou nog kunnen. Ja, deze vind ik trouwens wel mooi. Maar ik wil er dan nog één. En anders ga ik over naar een andere kleurtint. Even kijken, deze. Hè, wat flauw. Wit met paars. Nee. Nou, dan gaan we gewoon over naar de donkere. Ook goed. Doen we dat. Een kloddertje lijm. En die schuif ik dan daar een beetje onder. Kijk, en ik moet er altijd een grote op en dan twee kleinere links en rechts van de kaart. Daar heb ik gewoon, ja, dat moet dan bij mij gewoon zo. Dat kan daar een beetje onder en een beetje tegenaan. Ik vind die witte trouwens wel een beetje gek. Zo. Gewoon een beetje frutselen en dan komt dat ook wel weer goed. Nou, dan deze vind ik. Ik doe gewoon nog zo'n witte en dan zal ik die andere er ook bij pakken. Want ik heb er één gemaakt met, even kijken, dat was papier van Asuka Dusty Blue. Daar heb ik hem ook al mee gemaakt. Dus die zal ik er ook even bij pakken. Dan kun je zien wat papier doet. Nou, hier kan je dus ook rustig wat plakken als je maar geen lijn doet op dat schuifgedeelte. Dus dan gaat dat helemaal goed komen. Oh, wacht eens. Deze zijn ook leuk. Dat kan ook nog wel. Nou, ik heb echt van allerlei soorten bloemen, zoals jullie wel weten. Van kunststof, stof, zijde, weet ik veel, papier. Dus ik gebruik ook gewoon alles door elkaar. Dat vind ik gewoon leuk. Moet gewoon kunnen. Kijk, dit zijn weer plastic bloemen, weet ik veel waar ze vandaan komen. Maar er gaat geen winkel voorbij waar bloemetjes zijn, dat ik niet wat meeneem. Kijk, nou. Helemaal leuk. Je kunt natuurlijk nog veel meer op doen. Hier bovenaan komt nog een tekst. Maar dat doe ik even later. Want ik weet nog niet helemaal waar deze kaart naartoe gaat. Nou, hij is dus een beetje beplakt. Ik zal die andere zo ook pakken. Dus je kan hem schuiven. En omhoog zetten. Plat doen. En je kan hem openen. Om er nog een groet of iets in te schrijven. Nou, en dan zal ik de blauwe laten zien. Dat was deze. Kijk, daar heb ik zo schuin, heb ik daar nog een tekst overheen gedaan. En die is dan, nou, ik heb zelfs hier nog designpapier opgeplakt, zie ik. Dus dat kan ook nog. En doe je hem helemaal dicht. Nou, dan kan die in de brievenbus. Zoals ik al zei, er komt natuurlijk een, hoe heet dat? Een blogbericht van met de maten en zo. Dus dan is het vaak iets handiger als een live en dan snel meeschrijven. Dan gaat het soms net iets te snel voor. Maar ik ga er een blogbericht van schrijven. Wanneer die op het blog komt, weet ik niet. Onze Tiets die plant dat even in. Dus wanneer dat is, dat durf ik niet te zeggen. Maar dan hou je gewoon even het blog in de gaten. Op onze website van Hobby Vision. Daar staan allerlei kleine kopjes, tekentjes bovenaan. En daar staat het blog bij. Daar staat onze Facebookgroep bij. Daar staat Instagram bij.
Dus wil je iets terugzoeken, dan kan je ook via de website, kan je dan op het blog en dat soort dingetjes een kijkje nemen. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond hem zelf wel heel grappig. Oh ja, dan zie je niet de bovenkant. Nou, maakt niet uit. Ik heb het weer met plezier voor jullie gemaakt. Ik ga straks het bericht schrijven. Ik dank jullie voor het meekijken. En graag tot, nou, misschien zaterdag. Dan zaterdagavond ben ik er weer. Dan hebben we weer een online demo dag. En dan ben ik zaterdagavond aan de beurt. Dus wie weet zien we elkaar dan. Althans, jullie zien mij en ik zie jullie tekstjes. Hey, fijne avond allemaal. Doei doeg!